Ik date dus niet meer, want ik ben getrouwd. Maar soms kijk ik nog wel eens op het Tinder-account van een vriend van mij. Of op Instagram of zo. En dan zie ik heel vaak vrouwen die dan zo op de foto staan. En toen vroeg ik me af, waarom doen vrouwen dat? Waarom denken vrouwen toch dat wij mannen dat sexy vinden? Dat duckface gedoe. Ik snap er helemaal niks van. Ik weet niet welke vrouwen ooit hebben gezegd of hebben uitgevonden dat duckfaces sexy zijn. Ik vind jou ze gewoon niet. Ik vind jou wel een type die duckfaces heeft gedaan. Dit is toch wel heel erg 2014, de duckface. Wat vind jij? Doe jij dat veel? Nee, doe ik nooit. Ik vind selfies maken vind ik verschrikkelijk. Hoe doe je dat? Ja, het ziet er toch niet uit, joh. Ik ga er dan ook gelijk zo bij doen. Ja, ik weet niet waarom. Duckface les nummer 1. Dit is wel zeg maar old school, hè? Dus het is, ja, we gaan weer terug in de tijd. Voordat je thuis te kijken denkt, toch school, wil ik dit doen. Omhoog voor de onderkin. Dan kijk je een soort van soepel de camera in. En dan doe je een soort van wulpse pose. Ik vind opgespoten lippen helemaal niet mooi. Als ik een vrouw met van die dikke opgespoten lippen zie, zoals Monica Geuze, dan denk ik aan een pornoster. In mijn tijd was dat niet. Ik vond al heel wat dat de computer uitgevonden werd in 1990. Onze generatie had met statussymbolen je auto en je huis. Kostentrui of je huis of weet ik veel wat. Ja. Nu is het, hoeveel volgers heb je? Ja. Hoe populair ben je? Populariteit is dus een nieuw statussymbool geworden. Ik denk dat het iets is dat je dat ziet op Instagram of zo, dat je dat dan overneemt. Dat mensen denken, oh, dit is een soort van hot, dus ik moet het ook doen. Ik was al blij als ik populair was in de klas. Nou, dat zijn 20 kinderen. Was ik helemaal happy de peppy, hoor. Je hebt dus heel veel mannen die dan zeg maar voor de sportschool, en ik sport ook bij zo'n sportschool, dus ik zie dat ook gebeuren, real life. Die dan zeg maar zo staan en dan dus de duckface doen, kid you not, mannen. En dan zo een selfie maken in de spiegel, terwijl ze zeg maar dan nog half naakt zo'n app nonchalant erbij gooien. Ja, ik vind mannen die echt super veel selfies plaatsen, vind ik wel een beetje een afknapper. En vooral van die de bloot bovenlijf selfies. Ja. Mannen van mijn leeftijd die doen dat allemaal niet meer. Dat zouden ze moeten doen. Daar is denk ik wel een markt voor. Wie weet.